hier om 9:45 met mijn buurvrouw Eva. De avond ervoor kunnen we niet slapen. De hele rattenplan, ja. Zondag 3 juli was het weer dringen voor de poorten van voetbalclub Juliana in Malden tijdens de jaarlijkse rommelmarkt. Al vroeg hadden mensen zich verzameld voor de poorten om zo als eerste de mooiste koopjes te kunnen bemachtigen. Ja, dankjewel. Als nieuw, mevrouw. Ja. Als nieuw. En welkom op de rommelmarkt. Dirk, de rommelmarkt. In de zomer, dat doen jullie voor de tweede keer. Waarom hebben jullie gekozen weer voor een zomereditie? Nou ja, kijk om je heen. Er is voldoende ruimte voor vrijwilligers. Veel meer ruimte voor bezoekers ook om rond te lopen en te kijken naar de spullen. Dus, ja, en daarnaast het weer. Geweldig. Daar hebben we ook geluk mee. Maar die combinatie maakt dat het gewoon veel comfort geeft voor vrijwilligers als bezoekers. Ja, ja. Vindt u het fijn dat het nou in de zomer is? Ik vind het best wel leuk hier zo, in de zomer. En lekker buiten. Nee, en hij is super geregeld dit jaar, want meestal is het in de winter. Ja, ik vind dit echt wel heel gaaf. Er staan heel veel spullen. Hoe komen jullie aan die spullen? Ja, dat is echt allemaal van mensen hier uit de gemeenschap en die de voetbalclub een warm hart toedragen. Dus we hebben altijd een paar inleverdagen van tevoren en daar leveren mensen allemaal spullen in. Mensen die wat minder mobiel zijn, daar gaan we bij langs. Ja, en zo krijg je een heleboel spullen bij elkaar, zoals je ziet. Zo, u bent geslaagd voor de kerst al, heb ik gezien. Ja, dat klopt helemaal. We zetten ieder jaar de kerstboom dus. En dat vinden we wel leuk. En nu heeft er een mooi artikeltje bij. Ja, voor aan de voordeur. Ieder jaar. En ieder jaar vind ik wat leuks hier. En dat hoop ik nog heel vaak te doen. Er zijn ook veel mensen hier aan het werk. Veel vrijwilligers. Hoeveel heb je die hier opgetrommeld? Ja, het zijn er weer meer dan vorig jaar. Het zijn er dit jaar 150. De opbrengst hiervan, die besteden jullie ook weer in de club, hè? Ja, dat gaat direct weer de clubkas in. En dan vooral voor de jeugd van Juliana. Materialen zoals goaltjes, doelen, maar ook budget voor teamuitjes. U bent goed geslaagd, zie ik. Ja, geweldig. Graag, hè? U bent zo lekker aan het rondsnuffelen. Bent u op zoek naar iets speciaals? Nou, nee, niet echt. Ik vind het gewoon leuk om te kijken op de rommelmarkt wat er allemaal te vinden is. En de dingetjes van vroeger, hè? Die zijn altijd heel spannend natuurlijk. Komt u dit bevalt wel goed zo, hè? De rommelmarkt in de zomer. Blijft het een terugkerende traditie voor Juliana? Ja, de formele evaluatie moet nog plaatsvinden. Maar ja, kijk om je heen en naar al die blije kopjes. Dus dan denk ik dat we dit gewoon elk jaar moeten doen. Succes vandaag.